Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Wat dikkere bewolking trekt over het noordoosten van ons land. maar trekt wel naar Duitsland weg en neemt ook buien met zich mee. Daarna wordt het een stuk droger en klaart het van tijd tot tijd op. maar helemaal droog zal het ook weer niet zijn. een enkele verspreide bui blijft mogelijk. Vanochtend temperaturen tot zo'n 17, 18 graden. en vanmiddag komt daar dan misschien nog een graadje bij op een enkele plek. Er kan een enkele bui vallen, er is ook zeker ruimte voor zon en er staat een stevige wind uit het westen tot noordwesten. Langs de kust kan de wind af en toe zelfs krachtig zijn. Dat zou dan aan de windkracht 6 tippen. Vanavond hemt de wind wat af. Verder verandert er heel erg weinig. En komende nacht is het op veel plaatsen droog. Misschien een enkele bui in het noordwesten van het land. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land een enkele bui. In het zuiden is de buienkans aanmerkelijk minder groot. En de zon schijnt ook regelmatig. Het kan in het zuiden 20 graden worden, in het noorden een graad of 17. Dan gaan we naar de vrijdag. Dat wordt een ronduit regenachtige dag met veel water, plaatselijk meer dan 20 mm en 17 graden. Die 17 graden houden we min of meer vast in het weekend, maar dan is er wel meer ruimte voor de zon. Vooral zaterdag nog buien, zondag een stuk minder nat. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl